Yo mensen en inwoners en kijkers van een GameStad. Leuk dat jullie kijken naar deze maandag video. Dit is random maandag. Geen leak deze keer. Waarom niet? Hey speler, hallo. Ik ben druk. Waarmee dan, Remco? Ik heb een tentamenweek. Eigenlijk twee tentamenweken. Dus ik heb de komende twee weken niet echt video's. Althans, ik zal mijn best doen om een video te maken, maar ik ben bang dat het niet gaat lukken. Dit omdat gewoon, ik zit op HBO en een video maken. Ik zit best veel tijd in en een tentamen nog meer. Dus vandaar. Ik heb jullie... denk ik nog niet het nieuwe Adamantium laten zien, dus dan doe ik dat snel even. Dit soort huizen staan op noord en op west en op oost van de spawn staan ook allemaal leuke dingen. Maar daar gaat het niet om, want we zijn bezig met iets moois en jullie zien het daar al. Oh, jullie zien het daar al. Het is een enorme muur. Een gigantisch lange muur, laat ik het zo zeggen. De muur is nog steeds natuurlijk, zoals je ziet dit ook. Het is allemaal nog een aanbouw. Ja, dit is zeg maar een van de vele poorten die er gaan komen. Hier ga je doorheen, huppatee, en je bent buiten. En als je zo goed kijkt hier zo, zie je dat dit gewoon heel mooi de buitenkant wordt. Dus dit zit om heel de hoofdstad heen. Dan vraag je af, Remco, hoe lang is dat dan? Nou, ik neem jullie mee op een reis. Ik neem jullie mee op een reis door de hele muurkant. Zijn we hier alweer bijna bij Noord. Zo, dat was snel Remco. Zo, dat was lang Remco. Ja, dat klopt. En zoals je zag is er nog heel veel echt gewoon totaal niet af. En dat komt gewoon puur omdat het gewoon zoveel werk is. Ik bedoel, dit zijn de resources die we ervoor hebben. Dat is bijna helemaal niks meer. Het valt me wel mee trouwens, maar daar kan ik zo aan beginnen. Nou ja, allemaal dit soort dingetjes. Het is gewoon veel werk. Nou, we hebben nog wel overloops, dan kan ik dat afmaken. Dat is andere mensen. En nou ja, het moet uiteindelijk allemaal met een poort ergens in het midden op een windrichting. En met allemaal zo'n mooi pilaatje zo worden met een torentje. En dat dus echt zeg maar om heel Adamantium hoofdstad heen, als het ware. En later wat we plannen zijn, zeg maar, is dat als je dan hier naar beneden loopt, zeg maar. En hier komen dan iron doors en buttons en dergelijke. Als je dan hier loopt, dan gaat op een gegeven moment het pad. En dat pad dat verdwijnt langzaam en dat loopt dan ergens 500, 600 bloks verder. En daar gaan dan hertogensteden komen. Hertogensteden. Waarom mogen spelers geen steden hebben dan? Vraag je dan af. Nou, die mogen wel een stad hebben. Maar, en dat hebben ze ook eerder gehad. Maar dat liep totaal niet. Dus ik laat het deze keer aan hertogen over. En wat gaan we dan doen? Ik ga voor elke stad. Ga ik een... Kun je een grievertje winnen? Kom maar aan. Zo. Voor elke stad ga ik dus een verhaal verzinnen, een specialisatie verzinnen. En met die specialisatie bedoel ik, stel je hebt in Nederland, heb je bijvoorbeeld Delft. Die zijn heel technisch. Universiteit Twente zijn ook heel technisch goed aangelegd. Nou, als jij bijvoorbeeld een technisch probleem hebt of je moet een ontwerp hebben voor een machine of zo, weet ik veel, ik noem maar wat. Dan ga je daarheen, snap je? En wat ik dus met al die dorpen wil doen, is dat... Zodra jij, stel jij bent een simpele boer, je hebt voedsel te koop, maar jij zou wel graag eventjes een, in plaats van zo'n houten of zo'n stenen ho, zeg maar, zo'n stenen, hoe noem je dat eigenlijk in het Nederlands? Ah, boeien.
Wil jij graag een iron of een diamond hoe hebben? Nou, dan kun je dat dus regelen bij de smid. Nou, en zo wil ik een beetje eigenlijk alles... compleet hebben. En ik wil eigenlijk zo mensen verplichten om meer te gaan roleplayen. Want er is op dit moment vrij weinig roleplay in mijn ogen. Zoals dit soort dus ik denk dat u beter over het water gaat voor uw eigen veiligheid. Dat soort dingetjes. Kijk, op dit moment wat er zich afspeelt, kan ik jullie wel even vertellen. Ondertussen loop ik vrolijk door. Mensen krijgen de pik op elkaar. Waarom weet ik niet. Het gebeurt gewoon. En gaan dan uitlokken via de shoutchat. En wat ze dan doen is, dat doen ze alsmaar door. En op een gegeven moment dan lokken ze elkaar uit. En dan denken ze, ja, wacht maar, ik val ze aan. En dan gaan ze op een gegeven moment aanvallen. En er zijn alweer allemaal regeltjes voor bedacht door de leiding. Om ervoor te zorgen dat die aanvallen niet te vaak plaatsvinden. Zodat spelers gewoon rustig kunnen bouwen en dergelijke. En roleplayen, maar het komt er niet van. Dus ik denk, nou, dan pak ik wel mooi zo'n systeem aan. En dan hoop ik dat het beter gaat. En dan hoop ik dat mensen dat gaan overnemen in andere kingdoms. Het zal wennen zijn van de meeste spelers, aangezien ze heel erg faction gewend zijn. Maar uiteindelijk, joh, zou het er wel vet uit moeten komen te zien. Ik vind ook, ik hoor vragen al komen van Renko, dat kost al superveel werk, superveel tijd, bla bla bla. Ja, dat kost het ook, bedoel ik. Dat kost het ook. Maar goed, je bent een beetje de koning, de leiding van jouw kingdom. En je moet er toch wel meer van over hebben voor je spelers. Dan denken we met 3 uurtjes zo van, ik heb dit in elkaar gezet. Jullie gaan dit doen, jullie gaan dat doen. En volgende week vallen we aan, bij wijze van. Dus vandaar. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Een beetje een kleine update over Adamantium. En een kleine update over mij. Aangezien ik tentamenweken heb. En die moet ik wel halen. Want het is het tweede jaar dat ik een studie doe. Opnieuw. Ik wil eigenlijk wel deze keer meteen mijn P halen. Mijn proper Duitse. Dus ik wens jullie een fijne week toe. Als jij uit België komt, heb je waarschijnlijk vakantie deze week. Heb jij, woon jij in Nederland, dan heb jij waarschijnlijk geen vakantie meer. En denk je, potverdorie. Maar goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Like even. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zeg ik tot over 2 weken. Jaal.